many companies and or many studios, let's say, they know how to build a game. But then you have to sell the games. That's the other side of the coin. And that's difficult. And I don't pretend to say that we have it all figured out, because in the same way that building a game is really difficult, selling a game is also really difficult. So doing a proper marketing and PR plan and executing that campaign, it's difficult, it takes time. In periodes waar heel veel games uitkomen, hoe kun je nog als een indie developer bijvoorbeeld een beetje zichtbaarheid creëren? Hoe val je op? Hoe maak je iets wat nog wat anders is dan de rest, maar wel leuk wordt gevonden door een groot publiek? Hoe vind je de juiste niche? Is het erg als je je richt op een niche met een heel erg artistiek geladen game bijvoorbeeld? Nou, volgens ons niet. There's not a single recipe that I can give you that, okay, this is how you sell one game. Because each game has a different way to be sold. And you have to find the key selling points of your game and try to exploit those with your target audience. Then build a marketing plan and execute it around that idea. Maybe for the type of game that you are trying to promote at the moment, the best is to go to shows and events, like physical, like, and put it in front of the audience, because it's, I don't know, maybe very family oriented, and you have to put it in front of people like that, so that kids can play, they can play with their families, they can talk to each other. But then another possibility could be that your game is really online oriented, so then your marketing campaign should go in that direction, and then you may go to Discord servers and forums and things like that. So it's really a tricky question. De wereld wordt ook wel op een bepaald moment gedomineerd door grote corporaties die heel veel marketingbudget hebben. En als jij start en je hebt geen 100.000 euro per dag om aan marketing te besteden, wat doe je dan? Nou, en dan proberen wij de bindende factor te zijn waar je naartoe kunt gaan om advies te vragen, maar ook om je aan te sluiten bij een groot netwerk dat maar één bedoeling heeft, en dat is gewoon zichtbaarheid creëren en jou helpen je doel te bereiken. The interactions with other developers and with other companies in the Netherlands has been quite good so far, at least for us. They've been all really friendly and open and helping out but I kind of have a double view on this, because we have the office here in the Netherlands, but we also have the office in Barcelona, so I can see the two ways. And I would say I cannot generalize and say that it's the same everywhere, but I feel that the gaming industry is quite open, and especially on the indie side, they tend to help each other quite well, be it here or be it in another country. Wat wij proberen te doen is, dat klinkt heel cliché misschien, maar toch, als jij een goed idee hebt, als je een droom hebt om iets moois te maken, en je bent ontwerper, om dat te laten gebeuren, om dat te kunnen laten werken. Utopia splitst zich eigenlijk nu heel logisch op in het citizenship, een soort van ledenprogramma waar je vriend van de stichting kan worden. Aan de ene kant, waar we echt hopen zoveel mogelijk mensen bij de club te krijgen, want het is eigenlijk een club. En dat zijn mensen die bij onze evenementen komen, het zijn studenten, maar het zijn ook ontwikkelaars. Dat aan de ene kant. Aan de andere kant hebben we de workshops, die we blijven ontwikkelen voor scholen, maar ook het MKB. En aan de andere kant hebben we de accelerator, waarbij we ook echt gewoon willen zeggen, wij proberen voor jullie al fondsen te vinden, om jullie in ieder geval een kleine boost te geven, waarna we weer verder gaan kijken naar de volgende stap. Dus de volgende stap voor ons op dit moment is, we zijn ook een stichting, we zijn afhankelijk van het stimuleringsfonds van de provincie Groningen in dit geval, van de stad Groningen. En we merken dat zowel provincie als stad ook zichzelf willen profileren, echt als sterk digitaal georiënteerde gemeentes en provincie. En wij hopen dat we wat we vorig jaar hebben gedaan, exact hetzelfde eigenlijk volgend jaar weer kunnen doen, maar dan
met nog meer resultaten. We hebben goede resultaten gehaald. We hebben werkgelegenheid gecreëerd. We hebben ontwerpers de kans gegeven om hun plan ten uitvoer te brengen. En dat willen we voor in ieder geval nog 3 jaar gaan doen.